Slimme Netwerk is ingezet als een experiment. Vernieuwing in de publieke sector, hoe ga je daarmee aan de slag? En wat is de rol van professionals daarin? Die dagelijks te maken hebben met, hey, dit is wel beleid, maar ik vind eigenlijk niet dat ik het op die manier zou moeten uitvoeren, want dat is onhandig, dat is niet slim, dat is niet efficiënt. Of dat is niet voor de burger gedacht. Ben ik hier regeltjes aan het uitvoeren, maar ik zie toch dat die persoon die voor me staat bij de balie, dat dat mijn klant is. Maar ik ben hele andere dingen aan het doen, omdat dat moet. Ja, we hebben inmiddels zo'n 30 doetanks die ofwel gestart zijn, of nog bezig zijn, of al afgerond zijn. En er zijn een aantal die echt heel mooie resultaten opgeleverd hebben. In essentie is het probleem dat er lag, was dat rekenkamers heel goed werken afleveren, maar dat dat niet zo wordt opgevat door de doelgroep waarvoor ze het doen. En dat is de gemeenteraad of gedeputeerde staten. En wij hebben eigenlijk proberen na te denken van hoe zou je die beter kunnen bedienen. We hadden geconstateerd dat veel ambtenaren niet beschikten over digitale vaardigheden of veel meer ambtenaren die wilden verbeteren. We zijn workshopjes social media gaan aanbieden. Dat is het jaar daarna veel grootschaliger aangepakt, waarbij we in 1 week 100 cursussen voor 1000 ambtenaren wilden organiseren. Met de komst van Edo en Erwin zijn we dat nationaal gaan maken, dus eigenlijk alle overheden in Nederland aanspreken. Leer van elkaar, niet alleen digitale vaardigheden, maar werkvaardigheden in het algemeen. Vorig jaar iets van 23 organisaties, dit jaar zitten we al tegen de 50. Serious Ambtenaar, dat is een project dat is in 2011 opgezet door de finalisten van Jonge Ambtenaar van het Jaarverkiezing van Futuur. Het idee is dat je naar overheidsinstanties gaat om te vragen of zij 5000 euro willen doneren voor het goede doel. In ruil daarvoor mogen zij een adviesopdracht uitzetten. Wij gaan vervolgens op zoek naar ambtenaren die 2 dagen van hun eigen vrije tijd willen opofferen om aan een project te werken bij een andere organisatie dan die van hunzelf. En in 3 weken tijd hebben wij uiteindelijk 29 opdrachtgevers gevonden die een adviesopdracht wilden uitzetten. 350 ambtenaren die hun eigen vrije tijd wilden opofferen om aan een opdracht te werken. En ruim 140.000 euro opgehaald voor Serious Request. We hebben dus successen waarin doetanks echt tot resultaten leiden. Maar succes is ook als je uitvindt hoe je op een goede manier een doetank opstart. En dat gaat door vallen en opstaan. En juist door dat vallen leer je hoe je dat beter kunt doen. In het van Amsterdam naar Nationaal gaan hadden we wat problemen in de groepsdynamiek, zeg maar, van de groep. Dus daar hebben we steun bij gekregen. Tegelijkertijd heeft Slimme Netwerk ons erg geholpen om het idee, het heel simpele concept, breder te verspreiden. Ik ben het meest trots als ik zie dat er in een doetank of in een organisatie mensen tot een soort ander besef komen of een ander inzicht. Persoonlijk snap ik veel beter hoe het openbaar bestuur werkt. Ik denk dat met de mensen met wie ik heb gesproken of andere mensen die dit soort onderzoeken nu uitvoeren, dat ambtenaren veel beter begrijpen dat controle gewoon normaal is. Dat we dat gewoon hebben afgesproken in Nederland. Dat als je publiek geld uitgeeft, dat daar ook een bepaalde manier van controle tegenover hoort te staan. En dus verantwoording afleggen. Dus ja, ik denk dat die werelden dichter bij elkaar komen. Het mooiste aan dit project vond ik dat je ziet wat voor energie er nog in de ambtenarij zit. Hoeveel innovativiteit er in de ambtenarij zit. En dat er heel veel manieren zijn, denk ik, om dat te benutten. En de droom is dan natuurlijk dat dat veel breder nog getrokken kan worden. En dat je hier nog veel meer uit kan halen dan dat er nu uitgehaald is. Ga vooral naar buiten. En zoek elkaar op en ga het doen. En ga zo snel mogelijk op je bek, krabbel weer op en voel je gesteund, niet door je organisatie, maar door de mensen die jouw idee steunen. Probeer out of the box te denken en probeer meer te doen dan waar je voor betaald wordt. Volg je hart en als jij denkt dat het beter kan of dat het slimmer kan, zoek een aantal mensen om je heen die dat ook willen en ga het gewoon doen. En dan is er veel meer mogelijk, is er veel meer ruimte en pak die alsjeblieft.